Erte Groen Bayrak maakt binnenkort zijn gloriedebuut in Rotterdam. Bayrak is naast vechter ook ambassadeur van de Ricardo van Rijn Foundation. In deze rol stimuleert hij jonge kinderen te gaan sporten. Eigenlijk staat mijn leven echt in het teken van sport. Dus als ik opsta, dan train ik. En ik werk als trainer voor kinderen op de sportschool in Amersfoort. Ik ben ook ambassadeur van de Ricardo van Rijn Foundation. En ik zet me graag in voor kinderen ook, voor buitenschoolse activiteiten, zodat ze niet in deze tijd van tablets en telefoons, smartphones, et cetera, zie je dat steeds meer kinderen geneigd zijn om te spelen op hun telefoon of tablet. En ik wil ze graag stimuleren om gewoon buiten te spelen en te sporten. Oké, kids, even luisteren. Ik ben Ertuğrul Bayrak. Ik had een droom. En mijn droom was om wereldkampioen kickboksen te worden. En ik wil straks dat jullie gaan opschrijven wat jullie droom is op de bal. Oké? Wat zeg je? Smart. Oké, dan stoer hoor. Speciale eenheid voor kickboksen. En wat wil jij worden? Profvoetballer. Goed zo jongens, allemaal sportief hè? Erdogan is natuurlijk in zijn tak van sport een groot voorbeeld, denk ik. Een mooi talent. En iemand die aanspreekt, denk ik. En ja, goed, het is dan niet dat hij nu met een balsport natuurlijk zijn professionele carrière heeft. Maar ja, kickboksen is natuurlijk wel een hele populaire sport van de afgelopen tijd. Wat steeds meer positief gelukkig in het nieuws komt. En ja, ik denk dat hij een mooi voorbeeld is voor ons om ons team te versterken. Waar komt die verzorger vandaan? Dat je een foundation wil studeren? Ik heb het idee dat je heel veel wil geven, vooral aan jeugd. Ja, dat is, ik denk dat dat een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Je krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid op het moment dat mensen naar je opkijken. Of vooral kinderen kijken vaak op naar topsporters. En dat is gewoon mijn morele plicht naar hen toe eigenlijk. Het zijn wel een van de mooiste dingen, of niet? Ja man, kids blij maken is altijd leuk. Ja, hè? Ja, zeker, zeker. Ondanks dat de maatschappelijk betrokken en sympathieke Bayrak in de bloei van zijn vechtcarrière staat, is hij ook al bezig met zijn toekomst. Buiten mijn kickboksen wil ik nog steeds heel erg betrokken zijn bij de jeugd en kinderen. En misschien een foundation voor mezelf. En een sportschooltje zou ook leuk zijn. De sport heeft heel veel bijgedragen aan mijn leven. En ik zou dat graag door willen geven aan de kids.